Voorzitter, beste collega's, mensenrechten zijn gebaseerd op kernthema's als menselijke waardigheid en gelijke kansen. Het gesprek erover wordt echter steeds meer bepaald en versmalt tot ik, ik en ik. Men zegt dan bijvoorbeeld, ik bepaal zelf of ik een zwangerschap afbreek en niemand, maar dan ook niemand, mag mij in die vrijheid beknotten. Ondertussen dreigen we te vergeten dat er mensen zijn met een opdracht, geschapen om te zorgen voor de ander. Want ik vraag u, wat is er waardig aan het beëindigen van ongeboren leven? En waar ziet u de gelijke kansen als in het ene ziekenhuis gevochten wordt voor het leven van een te vroeg geboren baby en in de kliniek een paar straten verderop een kindje wordt geaborteerd? Voorzitter, we zijn hard op weg het zelfbeschikkingsrecht boven alles te verheffen ten koste van het meest kwetsbare. En dat is een eng, glibberig pad. Dank u wel.